In deze aflevering volgen we de flight nurse bij het heli-detachement in Split, Bosnië. En zien we hoe F-16 vliegtuigen op weg naar Canada in de lucht worden bijgetankt. Op vliegbasis Twente worden twee F-16 vliegtuigen van het Squadron 315 klaargemaakt voor een bijzondere missie boven de Noordzee. De twee vliegers met als bijnamen JR en Scully bereiden zich samen voor op deze vlucht. Ja, de missie van zometeen is het beoefenen van BFM. En dat staat voor Basic Fighter Maneuvers. In de volksmond wordt het ook wel dogfight genoemd. Zeg maar, je kunt het vergelijken met twee honden die om elkaar heen rennen om elkaar in de staart te bijten. En wat wij gaan beoefenen is het gevecht van twee vliegtuigen heel dicht bij elkaar. Waarbij de ene dus probeert om achter de ander te komen om op hem te kunnen schieten. Het wordt met enige regelmaat wordt het wel beoefend. En dat is ook heel belangrijk, omdat het is heel moeilijk. Ja, het is een hele dynamische bezigheid, continu veranderend. Waarbij je eigenlijk continu zit te spieren naar je tegenstander. En als hij een keer een fout maakt, dan moet je daarop inspelen om dat uit te buiten. Dus het is heel moeilijk. Ja, je kan het ook niet uit een tekstboek halen. Je moet het echt beoefenen om er echt goed in te worden. Nou, doe maar. Je moet je goed voorstellen wat we nu gaan doen. BFM is slechts een heel klein onderdeel van het grote takenpakket wat we hebben met de F-16. Ja, het is 2002, we vliegen met een hele moderne F-16 met hele geavanceerde wapens. En in principe schiet je al op je tegenstander voordat je hem überhaupt met het blote oog gaat zien. Toch kunnen er dingen gebeuren waarom je toch heel dichtbij iemand gaat komen om met hem in gevecht te gaan. Bijvoorbeeld de raket die je zojuist hebt geschoten, die komt niet aan, die doet het niet. Ja, dat is een mogelijkheid. Misschien heeft de generaal wel bepaald dat je echt naar iemand toe moet gaan om te kijken wat het is, voordat je erop mag schieten. En in het meest ongunstige geval voor ons hebben we misschien iemand over het hoofd gezien. Ja, dus daarom is het nog steeds belangrijk dat we deze taak heel serieus nemen en dat we die ook goed beoefenen. Wij vliegen met twee toestellen. Van de vliegbasis Twente vliegen we richting de Noordzee, waar we een stukje luchtruim hebben toegewezen gekregen. Als we daar zijn, dan maken we contact met de gevechtsleider die in Nieuw-Millingen zit. Ja, zo heet het Benbox. En die gaat ons eigenlijk het luchtruim incontroleren. Ja, zij beheren het luchtruim. Ze geven ons toestemming om gebruik te maken van een stukje van hun luchtruim. We krijgen bijvoorbeeld ook de hoogtemeterstand van hun door, ja, de plaatselijke luchtdruk daar. En ze houdt het eigenlijk een beetje in de gaten. Parklanding. Dit zijn onze F-16's. Die zullen straks naar het Nederlands oevergebied gaan boven de Noordzee. Dat is dit gebied. Dit heet de Traas. Onze vliegers die zullen naar Traas 6 gaan. Dat is dit gebiedje. En daar zullen ze een dogfight gaan beoefenen. De gevechtsleiding zelf houdt zich bezig met het praten tegen vliegtuigen. Dus het begeleiden van F-16's op oefenvluchten
Of op het moment dat een vliegtuig niet geïdentificeerd kan worden, kunnen wij daar twee F-16's op afsturen om dat vliegtuig alsnog te identificeren. Daar kunnen F-16's ook voor gebruikt worden en daar zal de gevechtsleiding, de F-16's dan ook bij begeleiden. Ook tactisch is gevechtsleiding heel erg belangrijk, omdat de vlieger niet alles ziet. Wij hebben hier het complete overzicht van bovenaf. En wij zullen dan ook de vliegers proberen het plaatje duidelijk te maken waar zijn vijand zit en hoe dat hij daarop zou moeten reageren. 0-4-0-1-360. Zijn klaar. Vandaag ben ik de bad guy. Ja, ik ga mijn collega proberen wat te leren. Zijn defensive BFM, zoals dat heet. Dus hij zal over zijn schouder moeten kijken en daar vindt hij mij. En hij zal zich erin moeten gaan bekwamen om zichzelf tegen mij te kunnen beschermen. Maar aan de andere kant is het voor mij ook een hele goede training in de offensieve rol. Dus we halen er allebei wel onze lessen uit, denk ik, vandaag. Lions, inside the area, clear to start your exercise anytime. 2, clear anytime. That's one, that's not. And Lions, fights on, fights on. Cool, well done. Ja, ondanks dat het fysiek heel erg zwaar is voor de vlieger, is het erg leuk om te doen. Eigenlijk zijn de krenten uit de pap. Het vliegen van je vliegtuig op het scherpst van de snede. Als je hele scherpe bochten vliegt, dan probeert het de zwaartekracht. Je probeert jouw bloed uit het hoofd richting tenen te krijgen. Maar je kunt je voorstellen, met het verlies van bloed in het hoofd, in de hersenen, dan krijgen de hersenen ook moeilijk om te presteren. Het wordt een beetje zwart-wit, grijs en vervolgens is het zwart. Daar zijn weliswaar wat attributen voor, bijvoorbeeld een G-broek die wij aantrekken om dat te voorkomen. De G-broek vult zich met lucht om ook daarmee het bloed, dus de zuurstof, in het hoofd te houden. Na enkele minuten heeft JR Scully gevonden en duikt achter hem op. Scully heeft het niet direct in de gaten omdat hij zijn tegenstander niet ziet op zijn radar. Nadat Scully hem ziet, duikt hij weg en JR zal opnieuw een aanval moeten inzetten. JR zit vlak achter Scully die enkele flares afschiet, dit om de afgeschoten raketten te misleiden. Het lukt Scully niet om weg te komen. JR krijgt Scully in firing position en kan met een regen van kogels zijn collega uitschakelen. Landbox, Lion is ready with the exercise. Request RTB 20. Landbox, you're clear about Whiskey 2 North, Climb Angels 28. Alles is natuurlijk gesimuleerd. Ja, er komen geen kogels uit het vliegtuig en er komen ook geen raketten van de vleugels, gelukkig maar. Het zou een hele dure hobby worden op deze manier. Alles wordt wel opgenomen. Er zijn 3 videocassettes aan boord die eigenlijk continu aan het draaien zijn. En als we dan terug zijn van de vlucht, dan kruipen we achter de videorecorder. En dan gaan we alles nog eens een keer tot in de kleinste details gaan we het analyseren. Die brief is eigenlijk het belangrijkste gedeelte van het hele gebeuren. Ja, van het vliegen zelf leer je natuurlijk heel veel dingen, maar om nu echt de lessen eruit te halen, ja, dan moet je dus na de vlucht moet je daar even wat aandacht aan besteden om dat gezamenlijk te doen. Hele goede job gedaan. Als ik je nog één ding mee moet geven voor de volgende missie, goed over je schouder kijken en goed assessen wanneer iemand dus op jou kan schieten en wanneer die dat niet kan. En als je dat wel kan, zul je gewoon gunjinks moeten doen om dat te voorkomen. Ja? Dat is de missie wat mij betreft, ja, zoals ik het heb gezien. Heb jij nog iets? Nee, niets wat je al genoemd. Oké. Nou, super.